zeggen wij vandaag op alles. Ja! 39,99. Oh! Oh! Demi, rustig! Oh! Debram, gaat het? Is en hoe oud ben jij geworden? 7! En dan zeggen we Eli? 4. Dan zeggen we gefeliciteerd. Gefeliciteerd! Ja, in ieder geval, Deron is vandaag dus echt jarig. En ik weet er ook ding. Nou. Vandaag moet jullie op alles ja zeggen. Dat hebben we inderdaad besloten. Om vandaag een leuke dag van te maken, zeggen wij vandaag op alles ja! Oké, het is wel een stom begin voor jullie. Oh. Kom. Oké. Stom begin of een heel erg pijn in mijn portemonnee begin? Nee. Wat wil je? Nee! Wat wil je? Oh, ik zei iets verkeerd. Ja! Ja, Debra! Oh, weet ja! deze! Weet deze! Weet deze. Oh. 32,99. Ja, Bram, ja, jij krijgt van ons 32,99 voor je Brawlstar! Oké, daar gaan we. We gaan scannen met mijn mobiele app. 32,99. Wilt u dit betalen? Ja! Ik moet terug naar de winkel. Maar wacht even, ik heb voor jou betaald. Waarom zit jij hier klaar met jouw betalingssysteem, Eli? Wat is met jou dan, Nina? Wil je ook? Ja. Huh? Maar jij bent niet de baas. Ik mag het bepalen. Doe het maar over. Wat is dit? Ja, wij willen heel graag van jou kopen, Ina. 39,99. Oh. Oh. 8 megadozen. Ik hoop wel dat er iets is. Yes! Mijn lievelingskind! Oh, mijn lievelingskind staat ook daar! Oh ja, trouwens, die heeft hij ook op zijn taart, hè? Dat is deze! Mijn lievelingskind! Yes! Yes! Yay! Yay! Oké, Ina, die van jou is ook klaar. Ik hoop dat bij jou ook iets uitkomt. Vier van deze megadozen weg! Zoveel! Hij blijft maar doorgaan. Moet je eens kijken hoe dit gaat hè, hierachter. Check dan hoe ze doorgaan. Eén keer checken wat hier gebeurt. Ik wil nog nooit 32 euro op Brawl Stars. Kijk. Tik. Hier ook. Genoeg. Getikt. Mijn hoofd raakt ook getikt. Deze mob overheen. Heel veel partypoppers. Kom. Heel veel partypoppers. Wat ga je mee doen dan? Oh. Oké. Okay. Ja, jij bent klaar met de challenge van vandaag, toch? Oh. Debram, gaan we stoppen met de challenge vandaag? Ja of nee? Nee. Wat dan? Oh, Debram gaat aan. Ik ga vroom vroom. Vroom vroom. Oké, we gaan vroom vroom doen. Ja, dat doe ik. Oké, kom maar. Vroom 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 vroom. Stop! Wij gaan op de motor rijden. Ik ga zelf rijden, maar papa gaat wel achter mij zitten. Oké, ja. Succes! Wat? Help! Zo! Oh! Wow! Nee! Hou op! Nee! Niet allemaal! Nee! Echt waar, jongen! Nee! Niet allemaal! Nee! Niet allemaal buitenpoppers, jongens! Nee! Alsjeblieft, nee! Ja! Ja! Nee! Oh, ja! Ik zei per ongeluk heel vaak ja. Oké, ga je maar motor rijden. Ga jij wel alles opruimen. Doei. Nou, Mia schooit ook alle spullen naar buiten. Ja, heel goed, Esra.
Wish me luck, ik ga weg. Ja, succes, wish me also luck. Ja, nou veel plezier. Hey, doei. Oh, Devram, kom eens even snel hier. Kom eens, kom, kom. Wil jij aan mama vragen of ze eten kan klaarmaken als ze terug zijn? Ja. Oké, dankjewel. Mama. Nee hoor, helemaal niet. Dat zijn gewoon goede ideeën voor mij. Zo, we hebben buiten klaargezet. Hij staat goed warm. Ben je klaar voor? Ja, wil je erop? Want ik kan. Oké, ik ga rijden. Let's go. Oh, ga je gas geven? Oh. Ah, het is heel koud zo. Blijf hier rustig. Rustig. Nee. Oh, dit is beter. Niet te hard. En gewoon chill. We hebben zoiets van 7 jaar rijden. Debram, gaat het? Gaat het? Ben je gevallen? Ja. Helemaal niet leuk gedaan. We dachten moest we leggen. Ja, moest bij mij. Maar... Ze zijn weer thuis. Jammer genoeg heb ik nog niet alles kunnen opruimen, want het was zo ontzettend zwaar. Ik zal het jullie even laten zien. Zo zwaar was het dus. Want dus even bezig met de tafel dekken. En terwijl zij moeten wachten, zijn ze nog even lekker rondjes aan het maken in het thuis. Oh, het gaat sneeuwen! Wow! Zo, we zijn altijd binnen. Ik weet niet of jullie het zien, maar het sneeuwt echt niet normaal. Storm. Wow! Nee, het is echt... Nu zie je echt hoe hard het sneeuwt. Dit is echt niet normaal. Denk... Zo, dit ziet er lekker uit, hè? Oh! 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 Maar ergens is... Oh, op tablet! Dat mag eigenlijk niet. Vandaag wel. A few moments later. Oké, Debram, vertel, ja, wat wou jij? Dat jij baasdingen gaat verstoppen. En als ik de meeste heb gevonden, dan mag ik met mama iets leuks doen. En als Mia's alles, Eli alles vindt? Ja, dan heeft mama pech. Ik heb pech. Ja, oh. Niet jij. Maar jij kan vandaag alles vragen wat je wilt. Dus uiteindelijk ook al vindt hij wel of niet, maar maakt niet uit. Zo, ik heb een heel tasje vol met 20 lekkere paaseitjes. En zoals jullie kunnen zien, het sneeuwt niet meer, maar de zonnetje schijnt weer heerlijk. Dus ik ga paaseitjes verstoppen en paasaas. Nou, deze gaat hieronder. Zo, doe even bij deze. Dan gaan wij deze even zo gooien. Zo, doe deze hier. Doe deze hier zo. Deze hier zo. Dan ga je eens kijken. Dan doe ik ook een paar hier zo. En een paar daar zo. Dan loop ik even terug, dan denk ik, hoppa, nog een paar daar zo. Dan pleug ik elke twee hier en dan zeg ik klaar, Kees. Hey, zijn jullie klaar dan? Ja. Schoenen, jas aan. Ja. Instructies, rennen en pakken. Hey, niet stilstaan. Oké, 3, 2, 1, go, 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 go. Go, 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 go. Pakken, pakken, zoeken, zoeken, zoeken. Is er? Zoeken. Is er? Ja, oh, hij heeft al. Niet stoppen. Pakken. Ja, ze zijn heel erg moeilijk verstopt. Ze zijn heel erg moeilijk verstopt. Achter jou! Heb je nou net gedacht hier over het gras? Ja, ik dacht dat zie je toch niet? Dat is groen en groen. Dat zie je toch niet? En kijk achter jou! Ik heb gewoon zo over. Ik ben de gulle paashaas. Goed zo, Eli. Kijk, Eli die is goed bezig. Ja, dan is dat zoeken. Hij loopt gewoon eroverheen. Oh, wat heeft hij gevonden? Jackpot! Kijk hoe vrolijk hij is. Er zijn nog een paar. Goed zoeken. En het is buiten heel koud, dus ik weet het niet. Nee, zeg heel koud. Jullie zijn heel koud. Nee, lopen. Lopen. Ze hebben alles. We zullen ze laten zoeken. Ja. Esra. Ja? Gaan we goed zoeken. Er zijn nog een paar hele grote eieren heb ik ergens neergelegd. Gaan we zoeken. Jongens, daar achter je. Kijk. Jongens. Nee, kijk. Oh, nog meer. Nog meer. Zoeken, zoeken, zoeken. Wat zei je? Waarom? Ah! Waarom? Dat waren mijn twee paaseieren. Mama, wil jij worden aangepakt door Debram? Wat? Hij is niet zo blij met dat jij niet... Oh! Hey, maar wacht, dit was perfecte time. Jullie zijn op tijd binnen, want het begint weer te sneeuwen. Ja. Twee paaseieren zijn... Maar waarom hij dit heeft gedaan? Hij was er niet zo blij mee dat je hem niet moeilijk had verstopt. Zij had ze uitgespreid. 19. Je hebt in 19 stuks gepakt? Ja. Box. Mag ik er eentje voor jou? Debram is er ook. Laat zien wat jij hebt. Jij hebt de... J.
jackpot! Het is eigenlijk weer te gewonnen. Jij, Vila? Ik denk dat het gelijk spel is. Zoals gezegd, het maakt niet uit of Deborah wint of verliest. Wat hij vraagt, zeg ik natuurlijk gewoon ja op. En Deborah, die wou heel graag met mij gaan. Skeeler, we hebben allebei de skeelerzaak. Kijk, die van mij hieronder. Ik kan echt wel heel goed. Laat eens even zien. We zijn 2 dagen verder sinds jij erop bent geweest. Het gaat al wel wat beter. Het gaat al echt stukken beter. Hij weet al een beetje hoe hij zijn voetjes moet bewegen. Dev, tik hem aan. Gaat goed. Het weer is trouwens super raar vandaag. Want de ene keer sneeuwt het en de andere keer zon. Dus nu hebben we echt even geluk. Snel even lekker de beentjes trekken. Extra. Oh, wacht, Deborah. Vraag ze mama of mama misschien achter die lijn wil gaan. Jij moet. Jij moet dit vasthouden en dan rijden. Bij hem? Ja. Ja, wil ik. Voorzichtig, ga maar. Ga maar, Eli. Wow. Het is ook best wel grappig, die ding. Ze gaat achteruit. Ze gaat achteruit of het goed gaat of niet. Ja, achteruit. Ga verder. Harder, harder, harder. Niet harder. Esra, ben je klaar voor? Ila, heel hard gaan. Kom, let's go. Oh. 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 Pas op. Vol tegen de muur aan. Zo. Nee, dit doen we niet. Dit doen we niet meer. Toen was ik de enige nog op skiers van Deborah. Die had ook een leuk ideetje om te gaan kwadrijden. Mias, die zit er ook al klaar. Wat moet mijn antwoord daar zijn? Ik ga één dag. Ja. Ja, oké. Ik wil heel graag achter jou ook. Ja, leuk. En dan laat zien hoe hard je gaat. Laat zien hoe hard je gaat. Ja. Ja. Zo hard zachter. Hij gaat zachter met jou, mama. 7 jaar opvoeding. Kijk of het een beetje heeft gewerkt. Oh, hij geeft half gas. Oh. Kom op, Dev, je kan het. Kom op. Ah, het is goed. Ja, ga maar. Misschien wel kijken. Gaan we even hier zitten, Mias? Gaan we even kijken hoe daarom doet, ja? Oh, ging het? Je vloog bijna. Kijk hier de streep. Nee, tuurlijk niet op. Ga schuil niet vooruit. En deze kleine gaat veel snel. Zo, de wolken zien er echt mooi uit zo, hoor. Maar ook heel donker. Ik heb net mijn skeelers uit en het gaat inderdaad hagelen sneeuwen. Maar ze willen even een treintje doen hoor. Woe! Mia steekt over zonder te kijken. Moet ik achter mij houden? Go, 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 go! Kom, Mia's, hou ze bij! Gas erop, schat! Wat doe je nu? Oh, en Bias, ja, is ook weer in de race. Daar komt hij. Daar komt hij. Nog eentje. Oh, oh, oh. Oké, okay, Deborah, voor het eerst alleen op de motor. Mama. Mama, dan je. Ja, ik heb. Wat zo? Gaat zelf. Niet weggaan. Oh. Hij is toch net iets te groot eigenlijk voor Dev, maar... Maar blijf je hebt het wel een beetje goed gedaan, ja. En wij? Ik ga echt naar binnen nu. We blijven hier 1 uur lang in de tuin. Jij, hè? Ja, succes. Jullie! Nee. En jij mag komen. Oh, yes, ik mag hier. Kom maar, ja? Blijf toch in de tuin. Ja. Dus, moet ik voor jou koffie maken? Oh, heerlijk. Ja, kom maar. Nou, wat lief. Nou! Als je die even weghaalt, kijk, dan kiest dan de mooiste beker uit. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja. Hebben de meeste mensen deze al? Ik weet niet, moet je vragen aan ze. En anders zeg je, heb je nog niet zo'n mooie kop en zou je die heel graag winnen? Shop hem dan op vanplakkap.nl. Dat is de merchandise site, ja. Zo, heerlijk pakje koffie. 1 hour later. Het uurtje zit erop, ze willen zo graag naar binnen. Ja. Jongens. Zo, jullie mogen weer naar binnen. Welkom. Dankjewel. Zelf.
Hij is goed. Ik heb even zo'n gezin van meentje. Nou, vertel. Onze zoon is 7 jaar. En op deze dag van vandaag heeft hij lekker koffie gezet voor mij. Heb ik het zo voor elkaar dat hij mij niet vindt dat ik het avondeten mag gaan uitkiezen. Mag ik even schouderklop? Ik voelde dat. Ik dacht, er komt sowieso niks over mij. Ik heb het toch wel goed gedaan, hè? Sowieso heb ik het goed gedaan. Op wie lijkt jij het meeste, zeg mama altijd? Dat is wel echt zo. Dus. Op wie lijkt je altijd? Maar ik heb het goed. Die fijne kneepjes die bij jou niet zo goed waren, heb ik even bij mijn zoon wel gewoon goed gefijnd. Dus. Nee. Ik hou van mijn gezin, ik hou van jullie allemaal. Dat zal ik even weten. Ik hou ook van mijn fans. Ik ben in een hele liefdevolle bui nu, want ik ben emotioneel. Want 7 jaar geleden was er een kind door mij op de wereld gezet. Was voor het eerst moeder. En nu is het een beetje klaar. Kom, we gaan over naar het eten. Mama heeft gekozen! Sushi! Oh yeah! En dan heeft Nelbert eigenlijk vandaag een paar keer gehad over taco's. Want dat is wel echt zijn lievelingseten. Maar het is Pasen, de winkels zijn al een beetje dicht gegaan. Dus ik heb hem beloofd over een paar dagen komen zijn taco's. Maar vandaag... Hey jongens, dit ziet er toch lekker uit. Voor de kids even wat aardappelkroketjes. Dat vinden ze ook lekker. Eet smakelijk, birthday boy! Zo, het is eventjes later. We waren helemaal vergeten de camera bij te pakken. Want na het eten wilden we heel graag een filmavondje hebben. We hebben wat filmpjes gekeken en het is nu tijd om lekker naar bed te gaan. Wat vond je van vandaag? Leuk! Ja? En dan is het eindelijk afgelopen met ja zeggen? Ja. Ga je lekker naar bed toe? Ja. Oké, helemaal top. Ik hoop dat jullie ook allemaal genoten hebben van dit video. Ja! En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei! Ja! Doei!